Deze Eurosonic, het focusland is België. Wat vinden jullie van het muzikale klimaat in België? Is dat op dit moment goed? Hoe ziet het eruit? Ik denk dat het zeer goed ziet met het Belgische klimaat. Je hebt veel gevarieerde groepen. Het is natuurlijk wel moeilijk, aangezien je zoveel talent hebt in België. Voor zo'n klein land hebben we zoveel zalen, zoveel goede groepen. Het moeilijke is om daar uit te schieten. En in dat opzicht is Eurosonic wel interessant om contact te leggen met buitenlandse boekers, labels, etc. Maar net zoals ook hier vandaag de focus ligt op Belgische bands, is het ook weer moeilijk om op Eurosonic eruit te schieten. Maar, val je weer niet op? Ja, alleen nu, ik denk wel dat we opvallen. We doen iets anders. Als ik zo de lijst van groepen afga, van Belgische groepen die er staan vandaag en gisteren, is het ook een zeer gevarieerd aanbod. Dus ik denk wel dat wij daar uitspringen op een bepaalde manier. Positief of negatief, dat laat ik aan de mensen over. Ja. Ik vind het ook heel tof, in België zijn er een aantal muziekzalen, waaronder in de eerste plaats Ancien Belgique, die zich engageren voor groepen die iets anders zijn. Dus die een beetje meer de alternatieve element hebben. En die breken daar ook een lans voor. We hebben ook Riffraff in België, dat is een magazine. En daar waar grotere magazines meer internationaal kijken, durft de Riffraff ook een lans te breken voor beginnende groepen. En te zeggen van oké, wij maken nu, dat was verleden maand, maken wij een tijdschrift, een editie, waarin we 20 beginnende Belgische groepen aan het woord laten. En zo van die spelers, daar zijn we heel dankbaar voor, dat die durven hun nek uitsteken om een plek te geven aan beginnende groepen, wat dat heel moeilijk is tegenwoordig. Ja. Jullie zou tips een Belgische band die je echt heel goed vindt? Goh, tips? Amara is zeker de moeite. Dat zijn ook mensen die een beetje uit hetzelfde circuit komen als wij. Amara, ja. En de Iggy Underworld is ook een heel goede groep. Moeilijk, hè. Barbie Bangkok vind ik ook heel goed, maar een Suyu. De Subs. En wat opvallend is aan die groepen dat wij nu opzommen, de meeste daarvan die zijn gekend van de Humus Rock Rally. En dat is nog zo'n voorbeeld van de Belgen die, een magazine als Humo, dat veel aandacht geeft aan beginnende groepen en nieuw talent. En om de 2 jaar is dan een wedstrijd Humus Rock Rally. En die groepen dat daar in de top 3 belanden, of zelfs lager, die doen het meestal heel goed. Kijk naar bijvoorbeeld Milo. Deus. Ja, met een vorige band. En ja, dat heeft dan tot in de finale geleid, maar zijn we snel gesplit nadien. En dan is Dissen en Volt eruit voortgekomen. Ja, tenslotte, wat zijn jullie plannen? Wat hopen jullie te doen, te bereiken dit jaar? Ons te amuseren en een goed optreden spelen. Ja. En we hebben gehoord dat het een toffe zaal is, het is Huize Maas. En dat er heel wat volk verwacht wordt. En als we die plek uit zijn dak doen gaan, dan zijn we wel content en we gaan wel zien wat eruit voortkomt. Hè. En voor de toekomst, ik denk dat we veel internationale boekers willen aanspreken, ook labels. We hebben het album zelf uitgebracht. En ja, vanavond willen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk boekers aanspreken en dan buiten de Benelux geraken. Wat dan niet zo evident is, maar wel mogelijk met het album dat we nu hebben, denk ik. Nou, we zullen zien. Dankjewel. Okay.